Goedemorgen, welkom bij het Beursjournaal van dinsdag 14 juli. De beurs van Amsterdam zal vanochtend hoger van start gaan. In zowel Amerika als Azië sloten de beurzen met fikse winsten en dit zet ook in Nederland de koersen in het groen. Voor beurs kwam het Belgische Arshuis met het bericht dat de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim 10% is gestegen tot 100 miljoen euro. Voor de eerste 6 maanden was er zelfs sprake van een groei van ruim 11%. De onderneming bevestigde dan ook de verwachtingen voor geheel 2009. Later vanochtend staan de beleggersvertrouwen, de zogenaamde ZEW-index, voor zowel Duitsland als de EU op de agenda. In Amerika vanmiddag diverse ondernemingen, waaronder Goldman Sachs, die met halfjaarcijfers komen en diverse macrocijfers over juni. Dan over naar Amerika en Azië. Op Wall Street sloten de beurzen gisteravond over een breed front hoger. De vooruitzichten voor de financiële sector door analist Meredith Whitney, juist de laatste tijd bekend om haar pessimistische verwachtingen, gaf handelaren hoop dat de komende kwartaalcijfers beter dan verwacht zullen blijken. Dit in combinaties met lagere volumes maakte een koerssprong mogelijk. Naast de koerswinsten uit Amerika waren Aziatische handelaren positief verrast door de groei van het BBP van Singapore in het tweede kwartaal. De stadstaat won maar liefst 20,4% ten opzichte van het vorige kwartaal. Dan nu enkele slotstanden. De Dow Jones sloot 2,3% hoger op 8.332 punten. De S&P won zelfs 2,5% en de Nasdaq steeg 2,1% in waarde. Ook in Azië werd er weer flink hoger gesloten. De Nikkei-index stond kort voor sluiting op 2,2% in de plus en de Hang Seng stond in de middaghandel eveneens op een winst van ruim meer dan 2%. Het was het voor vandaag, een fijne dag en graag tot morgen. On Wall Street.